als we met iedere persoon 1 liter water, warm water per dag minder gebruiken in Zuidoost, dan hebben we 80.000 liter water per dag minder. Als je kan zorgen dat 1 persoon dat doet, dat die persoon het doorvertelt, en al die 80.000 dat op een gegeven moment doen, dan heb je impact. Goedenavond, dames en heren. Welkom hier in de pleinzaal van de Bali. Een leuke, charmante, gezellige zaal. Mijn naam is Teun van de Keuken en fijn dat u weer kijkt naar De Koplopers. Dat is de serie waarin ik mensen ontmoet die oplossingen voor de toekomst nu al in de praktijk brengen. Je ziet het al, alsof er nu een soort oplossing voor de toekomst uit de lucht komt vallen. Hoe vertalen we kennis uit de praktijk naar bredere politieke samenwerking, zodat de rest van Nederland mee kan in de transitie? En vandaag duiken we in de iets wat troebele wateren van de participatie. Specifiek burgerparticipatie met betrekking tot de o zo belangrijke energietransitie in de stad. De urgentie voor een verregaande energietransitie van isoleren tot aardgasvrije wijken, die hoeven we hopelijk niet meer uit te leggen. En het beperken van oorzaken van klimaatverandering en daarbij zo spoedig mogelijk onafhankelijk worden van veelal Russisch aardgas. Het was vandaag weer in het nieuws. De gemeente heeft dan ook harde doelen aan de stad gesteld. Van het gas af in 2040, 55% minder uitstoot in 2030. En in 2050, dan mensen, dan is de hemel op aarde aangebroken. Dan zijn we volledig circulair. En los van een technisch vraagstuk vraagt dit om een ongekende transitie in de wijze waarop we de stad ondernemen, samenwerken, denken en doen. Een grote sociale uitdaging, met andere woorden. Want, en dit horen we vaker, we zullen het uiteindelijk echt met z'n allen moeten doen. Overheden, bedrijven, maar bovenal burgers. Hoe verduurzamen we de stad snel, maar ook samen? En dus zonder dat de belangen van burgers ondergesneeuwd raken. En naast mij zit mijn steun in toeverlaat vanavond, Stan Major. De meeste mensen weten wel wie jij bent, Stan. Maar voor de paar mensen die niet weten, jij bent natuurlijk lector coördinatie grootstedelijke vraagstukken aan de Hogeschool van Amsterdam. En je doet al langer onderzoek naar sociale innovatie en met name de interactie tussen burgers en ambtenaren en dus ook de burgerparticipatie. Stan, ik moet zeggen, het klinkt heel aantrekkelijk allemaal, maar ook een beetje ingewikkeld. Ik denk van waar houdt die Stan zich nou eigenlijk mee bezig? Willem-Alexander heeft in zijn troonrede opgeroepen tot meer participatie van de burger. Vandaag heeft het kabinet opgeroepen dat wij zelf ook meer moeten gaan doen aan energiebesparing. Dat heb je vast ook wel gehoord. Toen maakte jouw hart een klein sprongetje, neem ik aan. Maar dat lost nou even van die energietransitie. Waarom is dat onderzoek naar participatie en de interactie tussen burgers en gemeente voor jou nou zo interessant, Stan? Voor mij is het interessant omdat ik denk dat bijna alle grote maatschappelijke vraagstukken die we hebben in de stad, en de energietransitie is een voorbeeld daarvan, die vragen eigenlijk alle soorten kennis die we nodig hebben. Ja. En dat is kennis van experts, kennis van bedrijven, maar ook kennis van burgers, van mensen die gewoon dagelijks in hun huis leven en hun energie gebruiken. Dus het is eigenlijk, je zegt van, het zou een beetje zonde zijn om die kennis gewoon niet te gebruiken. Ja, inderdaad. En het lastige is natuurlijk dat het zijn hele verschillende vormen van kennis. Ja. Expertkennis met allemaal jargon en beleidsdoelstellingen en percentages die in 20, 30, 40 of 50 worden gehaald. Ja. En meer de leefwereldkennis van mensen die gewoon een baan hebben, een gezin hebben. Niet nadenken over dit soort aspecten. Maar misschien wel de expert zijn op het gebied van hun eigen leefomgeving. Hun eigen portemonnee voelen, hun uitgaven voelen. Ja, problemen ermee kunnen hebben misschien. Zeker. Ook. Ja. Even een hele domme vraag, maar misschien best handig om dat gewoon even aan het begin van deze avond te stellen. Wat bedoelen wij eigenlijk met participatie? Nou, het klassieke idee van participatie is natuurlijk vooral van de overheid verzint iets en organiseert een soort avond waar allerlei mensen uitgenodigd worden om daar hun mening te geven. Kijk, Kees participeert ook eventjes. Ja. Dat is al een voorbeeld van proactief. Ja, we hebben meer Kees'en nodig eigenlijk. Ja, inderdaad. Ja.
Want het idee van participatie waar we het vanavond over hebben... dat is veel meer dat eigenlijk de overheid gaat participeren... met wat die burgers doen of wat die bedrijven doen, wat de maatschappij doet. Dus maak het eens concreet wat je daarmee bedoelt. Het meest concrete voorbeeld wat ik eigenlijk zou kunnen verzinnen... is dat er in de wijken waar we het vanavond ook over gaan hebben... Ja. en we gaan het ook specifiek over in Zuidoost, Amsterdam-Zuidoost hebben... Ja. gebeurt eigenlijk al hartstikke veel. Ja. En er zullen ook een paar mensen zijn die daar veel over kunnen vertellen. Ja. Dus er zijn al allerlei initiatieven van bewoners, van VVE's... van kleine initiatieven, soms wat grotere initiatieven... van mensen die daarmee bezig zijn. Alleen ja, hoe kunnen we die... een stap verder brengen, zeg maar. En daar ook gebruik van maken. Ja. Ja. Hoe kunnen we die energie letterlijk gebruiken? Ja. En nou deed jij ook, heb ik begrepen, Stan, onderzoek naar... en dat is weer een heel eng woord, de participatiespagaat. Ja. Ja, we hebben een leuk boekje gemaakt over de participatiespagaat. Ook wel participatiemoeheid noemden we het ook wel. Oh. Ja, we werden er allemaal een beetje moe van. Ja. We hebben ook een grote enquête gehouden onder zowel burgers als onder professionals, ambtenaren vooral. Dus het gekke is eigenlijk dat bijna iedereen vindt het een goed idee dat burgers meedoen, meebeslissen, hun kennis inbrengen. Maar burgers worden heel moe van dat soort processen. Waarom? Omdat ze op allerlei momenten moeten komen opdraven. Vaak het idee hebben dat er maar matig geluisterd wordt naar ze. Is dat ook terecht? Hebben ze daar gelijk in? Ik vrees dat ze daar vaak gelijk in hebben, ja. Ja, dus dan is het gewoon even afvinken en that's it. Ja, ambtenaren worden ook vaak moe, professionals. Want die hebben vaak van hun politieke baas de opdracht gekregen... er moet participatie komen. Ja. Halen allerlei dingen op waar ze soms weinig mee kunnen in hun optiek. Ja. En dus eerder een soort hinderpaal wordt het gezien... in plaats van een goed iets. Ja, maar waarom wordt het dan toch wel de hele tijd gezegd eigenlijk tegen die ambtenaren? Van jongens, er moet wel participatie zijn. Als zij zeggen van nou, we hebben deze doelen voor 2020, 2030, 2040, 2050. Ja, waarom moeten die hinderpalen daar dan eigenlijk zijn? Nou, ik denk dat in het geval van de energietransitie in de gebouwde omgeving halen... gaat het om investeringen in de huizen van mensen. Ja. Of heel dicht in de huizen van mensen. Dus je hebt gewoon de steun nodig van die mensen die daar wonen. Ja, en ook de kennis over hoe zij hun huis gebruiken. Dus want er moeten dus dingen gebeuren in de wijk en in de huizen. Ja. Dus dat zijn dingen waar de burgers natuurlijk direct mee te maken hebben. Zeker. En als zij er niet aan mee willen werken, dan wordt het lastig. En je komt bovendien in de meest... privé-sfeer van de burger, waar hij of zij zich thuis voelt, als het goed is, veilig voelt. Ja. En daar ga je toch als woningcorporatie, als gemeente, als grote instituties, die ook vaak best wel gewantrouwd worden, ga je dingen doen. We moeten er investering komen, moet die keuken eruit. Als je dan naar kijkt naar die energietransitie, waarbij dit dus allemaal moet, heb je het idee van, nou ja, die participatie, dat ging tot nu toe wel goed hier in de gemeente? Nou, ik ben over de participatie in de gemeente Amsterdam redelijk kritisch. Waarom hebben we jou dan uitgenodigd? Nee, sorry, grapje. Nee, ik vind, kijk, Amsterdam... Nee, is het niet zo goed gegaan? Nou, ik vind dat Amsterdam altijd een hele grote mond heeft. Dat is wel vaker zo. En heel veel mooie beleidsambities op het gebied van participatie. Ja. En op zich vind ik dat maar vaak mooie ambities. Ja. Tegelijk zie ik dat de uitvoering van die ambities... matig is. Waar blijkt dat uit dan? Nou, heel veel ontevredenheid. Bij die al dan niet participeren. Nou, het grappige is, het is zowel ontevredenheid over het algemeen bij die burgers, die soms niet serieus genomen voelen. Maar ook, ik praat ook vaak met ambtenaren, en die klagen eigenlijk ook. Participatie leidt tot een erg hoge werkdruk voor hun. En soms kunnen ze ook helemaal niet in hun systemen uit de voeten... met al die dingen die burgers graag willen of doen. Terwijl eigenlijk in ideale wereld zou je zeggen... nou ja, als mensen samenwerken, dan dat is goed. En dat levert resultaten op. Ja. Toch? Maar eigenlijk zien die mensen elkaar als tegenstanders. Terwijl ze misschien wel helemaal niet tegen dat doel zijn. Nou, ik denk, dit is moeilijk om te algemeniseren. Ik denk dat als je kijkt even naar de professionals... zijn er een klein deel van de professionals in de stad... die zijn heel erg dedicated rondom participatie. Die zijn ook in die wijken, die willen met die burgers aan de slag. Ja. Alleen die lopen binnen hun eigen moederorganisatie... of dat nou een grote woningbouwcorporatie is... of de gemeente of een netbeheerder... Ja. Tegen allerlei systematische hobbels op... waardoor
ja, al die burgerinitiatieven vaak daar vastlopen. Ja, willen ze die participatie dan wel echt? Nou, dat is een goede vraag. Want ik denk dat bij de energietransitie, precies zoals jij je introductie begon, dat is natuurlijk typisch een voorbeeld van een probleem wat heel erg top-down die doelen zijn bedacht. Ja. En die doelen maken iedereen zenuwachtig. Ja. En we lopen altijd achter op de doelen. Ja. En dat is ook zo, waarschijnlijk. Maar dat is dus het perfecte recept voor een top-down approach. En vaak wordt gezien van, ja, dat participatie, daar win je de oorlog niet mee, zeg maar. Dan moet je bij iedereen gaan aanbellen. Ja. En dan moet je met iedereen eerst elektrisch gaan wokken of zo. Ja. Voordat je dan die hele flat van het gas af hebt, ja, dan is 20, 30 al lang. En dat is dan nog maar één flat. Ja, ja, bijvoorbeeld. Dus, ja. Er zijn ook heel veel zorgen over kosten. Dus dat is helemaal dat gaat helemaal uit van het discours van het moet vooral grootschalig, efficiënt en met een soort eenvormige oplossingen gerealiseerd worden. Nou ja, in ieder geval, dat is misschien zo omdat ze weten dat de doelen die gehaald worden heel groot zijn. Dus als je dan bewoner voor bewoner afgaat, wordt dat misschien dan heel moeilijk. Ja, maar ik vind dat dus interessant om te onderzoeken. Is dat een tegenstelling of is dat een schijntegenstelling? En? Of weet je dat nog niet? Nou, dat weet ik. Mijn hypothese is dat het een schijntegenstelling is. Want als je het niet met de bewoners gaat doen, dan kom je ze uiteindelijk toch een keer tegen, zeg maar. Ja, nou, nog één ding. Want jullie zijn bij de HVA en de UvA een breed consortium aan het oprichten. Wat zijn jullie aan het doen? Nou, we zijn in de gelukkige omstandigheid dat we verschillende onderzoekssubsidiëring hebben binnengekregen voor twee grote projecten. Ja. Eén project gaat echt uit van hoe we vanuit het leven van die bewoners die energietransitie kunnen verbeteren. Zowel hun leven in de woning als wat er allemaal in die wijken gebeurt. Dus de energie van die wijken, de initiatieven van die wijken kunnen verbeteren. Dat is één groot onderzoeksproject. En het andere grote onderzoeksproject gaat over die frontlinie professionals in die wijken. De wat? De wijken waar we het over hebben zijn allerlei professionals bezig. Wat voor wijken zijn dat? Vooral Zuidoost is in Amsterdam onze casus. Ja. We hebben ook Bospolder Tussendijken in Rotterdam. Ja. Dus er zijn allemaal professionals bezig van de gemeente, gebiedsmakelaars, mensen van woningcorporatie die daar in kleine kantoortjes zitten. Dus mensen die het meeste, dat noemen wij frontlinie professionals, gewoon handen aan het bed, zeg maar. Hè? Ja. Het ingewikkelde is, dus die hebben heel veel kennis van wat er gebeurt in zo'n wijk, wat er nodig is, hoe dat leeft. Wat ik net al zei, die lopen in hun moederorganisaties, de back-offices, zeg maar, vaak tegen hele grote dilemma's aan. En daar gaan we onderzoek naar doen. Ja, eigenlijk klinkt het gewoon alsof de bureaucratie niet helemaal is aangesloten op de samenleving waarvoor die bureaucratie is ingericht. Ja, dat is een harde tussenconclusie. Harde tussenconclusie, ja, precies. Dus Stan, je blijft hier zitten. Deze harde tussenconclusie die laten we even hangen. Dus we gaan die zo ook even doorpassen aan andere experts die zo aan tafel komen. We gaan eerst kijken naar een filmpje van twee Amsterdammers, beide uit Zuidoost, die vanuit hun rol als burger een bijdrage leveren aan de verduurzaming van het stadsdeel. Je zou ze dus koplopers kunnen noemen. En de Bali ging op bezoek. Laten we kijken en dan spreken we er straks over door. En Andro en Nadja, jullie kunnen vast aan tafel komen. Ja. Zo snel mogelijk van het Russisch aardgas af en onze wijken en huizen op een duurzame manier verwarmen. Aan duidelijke doelen en aan urgentie geen enkel gebrek. Maar hoe doen we dit alles op een sociaal rechtvaardige manier? Dat wil zeggen samen met bewoners en stedelingen. Hier in Amsterdam Zuidoost wordt elke dag keihard gewerkt om die sociale en duurzame transitie te maken. En wij spreken zometeen met de mensen van de Groene Hub, een echte koploper hier. Maar eerst hebben we een afspraak met energiecoach Laura Manatten. En die gaat ons alles vertellen over wat zij hier elke dag doet. Nou, Laura, jij noemt Vensterpolder al 8 jaar jouw thuis. En toen je hier kwam wonen, wilde je toen al gelijk verduurzamen of hoe is dat balletje gaan rollen? Ik woon in een gemengde VVE-complex, dus ik was geen koper. Ik kan niet zeggen, dit is mijn huis, hier zet ik zonnepanelen op. Nee, je dient het in bij de VVE. De VVE die heeft 4 keer per jaar overleg en in coronatijd was het nog moeilijker. Ja. En al die mensen hebben iets te zeggen over het gezamenlijke dak. Kun je eens nog één stapje terugnemen en ons vertellen wat een energiecommissaris precies doet? Het verhaal vertellen van eigenlijk de energietransitie. Sommige mensen denken het kan niet of het is moeilijk of het is ingewikkeld. Wij laten eigenlijk zien of horen van het kan ook anders. Het kan wel. Een energierekening heeft in het grote lijn 3 onderdelen.
40% je eigen verbruik, een deel overheidsbelasting en een deel netbeheerderskosten. En die 40% van je eigen verbruik, daar heb je best wel wat impact op. Heel veel langs de deur gaan, met elkaar in gesprek gaan om het voor elkaar te krijgen. En vaak begint het met kleine, laagdrempelige dingen voordat je echt het grote plan gaat uitvoeren. Dan heb je het echt over isolatiemateriaaltjes en waterbespaders. En wij gaan zo meteen ook langs bij de Groene Hub, een plek waar de duurzame transitie en de sociale transitie aan elkaar gekoppeld worden. Hoe kijk je daar tegenaan? Het sociale is het allerbelangrijkste. De mensen moeten erachter staan voordat het echt kan gaan gebeuren. Ja. Ja, want je komt toch bij mensen in huis om de installatie te wijzigen. Goedemorgen. Hey, goedemorgen man. Hey. Yeah, Johnson. Kees. Imagine if I am a bewoner and I walk into the Green Hub for the first time. What could I expect? First, I will welcome you with coffee and tea. That's very nice. Just for you to know that you are welcome home and there is your neighborhood. This is a green room, So that is the first place we can at least to explain what is happening in Green Hub. So we have a lot of meetings here with bewoners and who want to be part of this. This sustainability movement. So one thing is we can discuss about your own house. So for example, my heating prices are quite high. Yes. I want to bring them down. Down, yeah. So the technical part to bring it down, then that is what I want to discuss with you. So many things you have to do, there's some door open, you know, all the time you open that and the heating system is just flying out, you know. So all those things we need to discuss it and make it more easier for you. But there's also green gas here. Mm-hmm. Can you tell me a little bit more about that? Yeah, we have the biodigestic machine here. Biodigestic machine? Yeah. I can show you the machine also as well. Can we see the machine? Yes, of course. Oh, cool. Yes. Yeah, this is the vergister. Yeah, this is the vergister. This is mysterious door. Yes. Yeah, this is where the food goes in, compressed it to gas. And where does this green gas go? The gas will be going to the restaurant just here in the front here. We have a lot of restaurants who are participating in this project also as well. And so they cook on green gas? Gas, yeah. Keeping the prices low? It's low also as well. And the emissions low as well? Exactly. So Johnson, I've seen beautiful technical solutions in there, quick fixes, beautiful innovation like the green gas and just a very nice place to be. But what are the plans for the Green Hub in the future? Yeah, I think the biggest plan is to make all the bewoners to come together and to do things together so that they can help the government and help our environment to grow to the next level. So I think the Netherlands prides itself at being quite good at these technical solutions top down, but we can learn a lot from the Groene Hub when it comes to bottom up. Is bottom up the solution according to you? Plant sustainability in the people's mind, in the neighborhood. So when also they go to the other environment, they can share what is happening in their environment also as well. And then when the technical solutions come, then they're open for change. Exactly. Right. Yeah. Laura, we waren net bij de Groene Hub. Daar hoorden we veel over quick fixes, dus manieren om echt binnenshuis heel veel energie te besparen. Wat heb jij hier zoal gedaan? Overal isolatiebuismateriaal en isolatiefolie. En we hebben een slimme meter, zo'n apparaatje dat alles registreert wat wanneer je verbruikt. Wat verwacht je eigenlijk van de gemeente om bewonersinitiatieven vanuit VVE-verenigingen, om die ook echt te realiseren? Meer subsidie geven, want de woningcorporatie geeft gewoon aan van het gemengde VVE-bestuur heeft niet genoeg geld om die maatregelen uit te voeren. Ja. Wel over 8 jaar, maar niet nu. Terwijl het nu moet gebeuren. Ja. Nou, de urgentie is zogezegd echt groot om zo snel mogelijk te verduurzamen, van het gas af te gaan. Nu zijn er heel veel technische oplossingen, veelal top-down. Jij geeft veelal voorbeelden en de Groene Hub ook van bottom-up. Is dat dan de oplossing? Ik denk een combinatie van beide. Samen kom je verder dan één werkwijze. Ja. En dat het draagvlak voor die hele grote technische innovaties, dat ontstaat door misschien op kleinere schaal nu al aan community te bouwen. Ja, sociaal beginnen, maar ook maak het beleid en wetgeving makkelijker. En dan vind je elkaar samen. Ja, vinden we elkaar samen. Ja. Dat is een hele mooie afsluiting van de dag. Nou Laura, ik geloof dat we jou heel erg mogen bedanken voor een hele
fijne dag en dank voor het ons laten zien hoe je je huis hebt verduurzaamd en wat je zoal in deze buurt hebt kunnen doen. Tot maandag in de Bali. Ja, en inmiddels zijn Nadia Awaki, grootstedelijk strateeg en econoom. Ze werkte aan de economische ontwikkeling van verschillende Amsterdamse wijken, waaronder Vensterpolder, ook hier aan tafel gekomen. En Andro Botsen, voormalig stadsdeelwethouder Amsterdam Zuidoost, bestuurslid bij Stichting Co-Force en energiecommissaris en bewoner van stadsdeel Zuidoost. Dus dit zal je allemaal niet vreemd zijn, denk ik. Heel even nog naar Stan. Hoe kijk je hier naar wat we nou net hebben gezien? Ja, mijn eerste reactie is natuurlijk hartverwarmend. Ja. En tegelijkertijd denk ik ook van, dus hoe lastig het dus is. Hè? Als je kijkt naar zo'n Vensterpolder en zo'n gemengde VVE, er zijn er veel meer van. Ja. Ja, dat is gewoon een heel complex vraagstuk. Het gaat om geld, het gaat om ergens een soort technische dingen. Het gaat om een soort beslissing realiseren. Je hebt een paar koplopers, maar je hebt heel veel mensen die, ja, denk ik, meegenomen moeten worden in dat verhaal. Ja. En ook wordt het dus gezegd van ja, de woningbouwcorporatie, we hebben geen geld om die isolatie te betalen. Nou, ik zit zelf in een maatschappijraad van een woningcorporatie, Stadgenoot. Ja. En daar hebben we het ook heel vaak over duurzaamheid. Maar die woningcorporaties zijn dus zo gekortwiekt op hun geld de afgelopen jaren. Dat is inderdaad duurzaamheid. Ja, ze zijn er wel voor. De verhuurdersheffing is weer afgeschaft. Er is weer heel veel geld vrijgekomen. Ja, dus ik hoop dat dat nu wel de goede kant langzaam opgaat. Ja, maar het is toch eigenlijk belachelijk dat je mensen nog in ongeïsoleerde woningen laat zitten. Ja. Hè? Ja, zeker met de stijging van de gasprijs. Ja, je zou denken, dat er is ook een duidelijke business case nu, zeg maar. Hè? Je gaat dat gewoon terugverdienen. Ja. Maar het is vaak ook technisch ingewikkeld, hoor. Ik ken ook mensen van de TU Delft. Die hebben eigenlijk allemaal in een computer al bedacht hoe je dat kan doen. Zo'n huis goed isoleren. Maar als je in die huizen zelf gaat kijken, vooral de wat oudere huizen, blijkt er toch van alles ondertussen verbouwd te zijn of anders te zijn. En is het toch nog een stuk ingewikkelder. Is het toch meer maatwerk dan een standaard oplossing. Ja. Andro, jij bent van Co-Force. Wat is dat? Co staat voor samen. Ja. Force staat voor sterk. Ja. Dus samen sterk. Ja, zover was ik eigenlijk ook wel een beetje gekomen. Ja. Ja. Nee, wat we natuurlijk doen is zorgen dat we de bewustwording, het bewustzijn van de energietransitie, versnellen is niet het goede woord, maar in de kopjes van de mensen krijgen. Ja, dat is de intentie van deze stichting, opgericht door de gemeente Amsterdam en een aantal hele energieke energiecommissarissen. Ja. En wat we moeten doen is natuurlijk aan het eind van de rit zorgen dat we helpen om iedereen van het gas af te halen. Ja. Ja? 2030, 2040. Ja, maar en geef eens een voorbeeld hoe je dat dan probeert. Hoe jullie dat. Nou, je hebt vandaag het beste voorbeeld gezien wat we hebben. Je hebt Laura Monaten gezien, energiecommissaris van en bij Co-Force in 2025. En zij heeft bijna alle maatregelen genomen die je kunt nemen als burger, als bewoner, om te zorgen dat je je energiekosten verlaagt. En dat soort voorbeelden willen we graag in de samenleving voortplanten. Ja. Daarvoor zijn we met z'n 20 ongeveer, die dit soort verhalen kunnen vertellen. Ja. En zorgen dat de mensen bewuster worden van het feit dat we nu echt aan de slag moeten. Want, dat noem ik toch even het woord reciprociteit. Ja. We zullen niet alleen naar de overheid moeten kijken. We moeten ook als burgers zelf in actie komen. Ja, maar dan toch die samenwerking tussen burgers en de mensen zelf. Hoe is jouw ervaring daarmee? Heel goed. Heel goed? Ja, heel goed. Als je praat over de mensen zelf, dan heb je het over de burgers zelf. Ja, ja, ja. En de energiecommissarissen zijn burgers en woonachtig in Amsterdam Zuidoost. Zoals ik. Ja. Hele simpele burgers die zich willen inzetten voor die energietransitie. Ja. Of voor het bewust worden van de energietransitie. Ja, maar Stan die zegt, die schetst er ook een beeld van ambtenaren die een bepaald model hebben. En dan burgers die zelf iets willen doen en dat niet altijd lekker loopt. Ja, dat is een ander vraagstuk. Je vroeg mij mensen en burgers. Tussen ja, de burgers loopt dat prima. Ja, tussen de burgers en de gemeente. Tussen de burgers en gemeente hebben we nog wel een paar stappen te doen. Te maken. Ik ben het heel erg eens met je analyse. Ook met het feit dat je ook ziet dat de ambtenaren zelf in hun eigen organisatie
het best wel moeilijk hebben. We hebben te maken in ieder geval met Koopvoors hebben we te maken met hele enthousiaste en dedicated ambtenaren. Die heel veel willen met ons en ons willen supporten, maar toch vastlopen af en toe in dat systeem. Geef daar eens een voorbeeld van dan. Nou, bijvoorbeeld, we zijn 2 jaar terug zijn wij met een startsubsidie begonnen van de gemeente Amsterdam. En dat geld was na een jaar op. En ze hebben zo hun best gedaan om... Het geld was eigenlijk op omdat het beleid succesvol was. Omdat we heel goed aan beslag waren. Ja. 10 projecten, we geven dat uit aan €5.000 per project. Zo'n beetje van ieder energiecommissaris die gewoon aan de slag kan gaan. Hè. Ja. Zonnepanelenproject voor een VVE. Filmpjes maken in de K-buurt. Mooi gedaan. Enzovoort. Hè. Maar wat je ziet is dat we ongeveer een jaar hebben moeten... of dat zij in dit geval een jaar heeft moeten knokken in die interne organisatie... Ja. Om te zorgen dat er een tweede tranche werd uitgegeven aan Koopvoors. Ja, dus eigenlijk wordt gezegd, ja jongens, jullie zijn te succesvol. Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg dat het systeem wat Stam aangeeft... Ja. Hè, daar lopen een aantal ambtenaren absoluut tegenaan. Daar ben ik het helemaal met je over eens. Ja, ja dat is eigenlijk heel tragisch. Dat is heel tragisch, ja, absoluut. Ja, Nadja, hoe luister jij hiernaar? Of kijk je hiernaar? Ik denk dat de microfoon iets dichterbij jou. Iets dichterbij. Ja. Dat is wel een hele algemene vraag. Ja, klopt. Misschien om te beginnen bij top-down versus bottom-up. Ja. Ik denk dat beide nodig is. Dat zei ook iemand in het filmpje. Ja. Ja. Ja? Nee. Nou, dus ik zit even misschien een iets specifiekere vraag... Nee, ga maar door. Ja. Dus wat wil je zeggen over top-down versus bottom-up? Kijk, ik ben het eens dat je uiteindelijk al die actoren nodig hebt om die transitie te doorlopen. Ik zie wel een hele belangrijke rol voor de overheid als regelgevende kaderstellend orgaan. Je kan natuurlijk heel veel met regelgeving sturen richting het bedrijfsleven. Wat mag wel, wat kan niet. Dus die doelen, hoe vertaal je die ook echt naar regels, financiële... prikkels die uiteindelijk dat gedrag daarop kunnen gaan sturen. Bottom-up, denk ik, het is heel goed om rekening te houden... inderdaad met hoe vertaal je nou bepaalde oplossingen... naar de leefwereld van mensen. Hoe zorg je ervoor dat je maatwerk kan leveren? Maar dat vind ik een heel specifiek onderdeel... dan wanneer je eigenlijk de hele transitie schaart van... goh, dat moet participatief... ik denk dat er ook, bijvoorbeeld als je kijkt naar de corporaties... Ja. Die hebben gewoon verantwoordelijkheid voor het isoleren van de woningen. Dat er een financieringsvraagstuk is, dan denk ik... ja, dan moet je dat financieringsvraagstuk adresseren. Maar dat niet gaan afwentelen eigenlijk door te zeggen van... goh, ja, we kunnen het niet financieren. Dus dan gaan we nu eigenlijk langs die route kijken... hoe we bewoners verantwoordelijk kunnen maken... voor het isoleren van hun eigen huizen. Dus dat is eigenlijk onder het mom van participatie wordt gezegd van... los het zelf maar op. Ja. Ja. Terwijl eigenlijk heb je het over de financieringsvraagstuk. Dus ik vind het wel heel belangrijk eigenlijk om alle actoren aan te spreken op de rol die zij hebben. En we hebben het hier wel echt over een energietransitie. Precies. Wat ook gaat over een systeemverandering. Wat vraagt ook voor een investering vooraf. Daar wil ik precies naartoe. Want we zien hier natuurlijk hele goede, sympathieke... maar over het algemeen redelijk kleinschalige projecten. Ja. Maar we hebben het natuurlijk echt over... mensen moeten van het gas af, het warmtenet, warmtepompen. Hoe heb je het idee dat deze, die energietransitie... de gemeente of gemeenten daar ook op een goede manier... ook met behulp van participatie mee om zijn gegaan? Ik vind überhaupt het woord participatie lastig. Want participatie kan in heel veel verschillende vormen. Participatie in zin van, goh, we hebben een oplossing. Wat vinden jullie daarvan? Is dat iets wat werkt? Participatie in de vorm van, we gaan gezamenlijk oplossingen bedenken tot aan eigenaarschap. Hoe zorgen we er eigenlijk voor dat mensen op een manier participeren... dat ze echt eigenaar zijn bijvoorbeeld van de energie die zij gebruiken? Ja. Ik ben er wel voor eigenlijk dat je... het eigenaarschap zo goed mogelijk lokaal moet beleggen bij de gebruiker. Waardoor je eigenlijk sturend blijft. Dus in plaats van eigenlijk we halen iets op en we gaan iets organiseren... en vervolgens ben je wel leidend voorwerp. Ja. Hoe kunnen we eigenlijk naar een systeem waarbij die bewoner mede-eigenaar is? Maar als je nu kijkt, dan zie je dus dat juist voor die grote transitie... dat tot nu toe heel erg top-down dan wordt aangekondigd en is ingevoerd voor deel.
ja, kijk, top-down, volgens mij is het gewoon iets... Je zegt van, dit gaan we doen. Ja, en dat, ja, dat heeft gewoon te maken met, anders is straks die planeet er niet en dan zijn wij er niet. Dus het is niet, denk ik, een keuze of, nou ja, weet je, dat is denk ik een heel ander vraagstuk. Dus dit is denk ik gewoon een feit waar we met z'n allen mee geconfronteerd worden en waar we iets mee moeten. De vraag is wel, hoe organiseer je die transitie en waar leg je de lasten? Ja. En wie is in die zin koploper eigenlijk in het aansturen van die transitie? Ja. En daar vind ik, zeg maar, wel de overheid een hele belangrijke. Maar als bijvoorbeeld, de blikken goed in die zin te bewaken. Maar als Den Haag zegt vanaf 2026 is de hybride waterpomp is gewoon de norm. Is, ja, is dat dan een goede manier om dat zo te zeggen, denk jij? Ja, vervolgens moet je wel gaan kijken van, goh, hoe zorgen we dat dit voor iedereen toegankelijk wordt. En dat je daarin ook kan differentiëren in, bedoel, ik zou dat misschien zelf prima kunnen betalen. Ik heb een eigen woning, voor mij is het een investering. Maar ik kan dat niet vragen, zeg maar, van een alleenstaande moeder die nu al worstelt met de energierekening. Daarvan denk ik, dan moeten we ook met elkaar oplossingen zorgen waar het collectief bij gebaat is. Stan, wat denk jij? Nou ja, ik ben deels met je eens. Dus ik vind ook zeker dat grote partijen verantwoordelijkheid moeten nemen. En het is veel te simpel om te zeggen, juist in wijken met veel kwetsbare bewoners moeten dan ook nog die kwetsbare bewoners die hele energietransitie gaan regelen, zeg maar, en financieren. Tegelijkertijd, wat ik lastig vind, is die partijen die hun verantwoordelijkheid moeten nemen, woningcorporaties en gemeenten bijvoorbeeld, die worden best wel gewantrouwd in veel settings, zeg maar. Die hebben ook in het verleden soms steken laten vallen in die wijken. Dus het is niet meteen een warm bad waar ze in terechtkomen, zeg maar. En, maar als je nou zegt van, niet alleen in het verleden. Maar, nou, gewoon meer om toch, wat ik benieuwd naar ben, is dus ook hier zie je eigenlijk een vraagstuk waarbij er weinig vertrouwen is in de overheid. Ja. Om welke reden dan ook. En dat is de reden waarom mensen niet participeren. Dan denk ik, dan is het dus niet de vraag, mensen willen niet participeren rondom het vraagstuk energietransitie. Dan is er een vertrouwenskwestie die we misschien op een andere manier moeten oplossen. Of je begint bij die bewoner met een hele algemene vraag van, goh, hoe zouden we het leven voor jullie beter kunnen maken in die wijk? Waarbij bewoners ook de mogelijkheid hebben eigenlijk om te ventileren en zich uit te spreken over andere dingen die ze dwars zitten. En stel je voor dat ze dat doen, hè? Dus het vraagstuk soms dat ik denk, hoe isoleer je echt het stuk wat gaat over participatie? Wat gaat over hoe vertaal je energieoplossingen naar groepen? En daar het gesprek over hebben versus, ja, het is eigenlijk een financieringsvraagstuk of een vertrouwensvraagstuk. En daar lopen we nu eigenlijk tegenaan als we het hierover willen hebben. En dat je daarom vastloopt. Dus vandaar dat ik, denk ik, wel belangrijk vind om het dan heel specifiek te benoemen. Maar waar vragen we dan eigenlijk precies participatie van die bewoner? Is het wanneer het een ingrijp is in hun eigen woning? Waardoor je eigenlijk naar je maatwerk wil leveren van, wat is voor jou belangrijk? Hoe is jouw huis ingedeeld? Of, en ja, anders vind ik het, zeg maar, te veel participatie. Maar is dat niet ook, is dat niet juist ook de ambtenarenbenadering vaak ervan? Nou ja, wat je wel vaak ziet, nou ja, eigenlijk in het oplossen van dit soort vraagstukken, is dat het op een gegeven moment zo wordt opgeknipt, zodat het eigenlijk past binnen de afhandeling, binnen het systeem. Ja. En daar gaat ook vaak iets fout in de vertaalslag. Maar dat is dan zogenaamd efficiënt? Ja, dus bijvoorbeeld, stel je komt in een wijk en mensen vertellen, nou, ik zit hier daarmee. En vervolgens gaat men daar aan de slag. Ja. Dan moet men daar iets mee doen in het systeem. Dan is het van, oh ja, dit is een stukje participatie. Dit gaat eigenlijk over energie. Oh ja, maar dit is niet van ons. Dat moet die coöperatie oplossen. En vervolgens herkent de bewoner zich eigenlijk niet meer terug in die oplossing. Zeg maar, we hebben dit aangekaart. En ergens in dat systeem is het een eigen leven gaan leiden. En is er waarschijnlijk wel een oplossing bedacht binnen, zeg maar, dat stramien, zeg maar, of die koken wat efficiënt is. Ja. Maar wat vervolgens helemaal is losgezongen eigenlijk van het grotere verhaal. En ook eigenlijk wat niemand dan in die wijk misschien ook wilde. Nou, nee, en ik zou graag een voorbeeld willen geven. Ja, ja, doe maar. Om het even te ondersteunen, om een concreet voorbeeld. Hè? Ja. Woningcorporatie, flatgebouw, Amsterdam Zuidoost. Ja. Geparticipeerd. Jongens, we gaan zonnepanelen zetten op deze flat. Ja. Gaan we doen. Bewoners heel enthousiast. Moeten we doen. Krijgen ze een briefje na een verloop van tijd. In het briefje staat, we hebben zonnepanelen geplaatst.
En zonnepanelen die zijn ervoor om de algemene voorzieningen energie te geven. Niks om je energierekening naar beneden te krijgen. Nee, voor het eigen belang, na participatie, nadat je de mensen een worst hebt voorgehouden, gebeurt er nog altijd niks. En dan kan ik me heel goed voorstellen, niet alleen de overheid als onbetrouwbare partij, maar ook zo'n organisatie als een woningcorporatie wordt dan gezien als onbetrouwbare partij. Nou, en wat je dan gaat merken is, en dat hebben we afgelopen periode ook in Zuidoost gezien, dan ga je langs de deuren. En dan weet je dat je dat niet als overheid kunt doen, want de deur blijft dicht. Je kunt de mensen wel gaan informeren over de energietransitie of kleine maatregelen, noem maar op. Ja. Maar die deur blijft hartstikke dicht. Wanneer gaat die open? Als dat gebeurt door mensen zoals zij. Ja. Door een buurman die toevallig energiecommissaris is. En dat lukt. Ja. En dat is waarom we redelijk succesvol zijn met dit concept met Coforce in Amsterdam-Zuidoost. En even, want als we het dan hebben over die grotere energietransitie, welke rol kan jij daar dan in spelen? Of dus dan juist mensen uit de buurt? Nou, laat me het met een heel simpel voorbeeld. Dus gewoon laten van zien. Dat gas af, hè? Als we met iedere persoon 1 liter water, warm water per dag minder gebruiken in Zuidoost, dan hebben we 80.000 liter water per dag minder. Als je kan zorgen dat 1 persoon dat doet, dat die persoon het doorvertelt, en al die 80.000 dat op een gegeven moment doen, dan heb je impact. Dan heb je een stukje significante impact, waarbij we wel degelijk een stukje impact in de energietransitie kunnen maken. En als we dan zeggen van, jongens, deze hele wijk moet van het gas af. Hoe doen we dat dan? Nou, dat doe je, in mijn ogen doe je dat door de eigenaren van woningen te faciliteren bij het van het gas halen van de woning. En wat je dan ziet, je hebt het net ook gezegd, de corporaties zijn natuurlijk een grote partij. Ja. Die zijn de eigenaren van de woningen. Dus daar begint het. Hè? En de leuke activiteiten van de gemeente om een briefje te sturen naar de mensen met een koopwoning. En te zeggen van, we kunnen u een subsidie geven. Ik heb er pas ook weer eentje gehad. Dan kun je van de 15.000 euro kun je 2.000, 3.000 euro krijgen. Als je het niet op de bank hebt liggen nu, kun je het ook nu niet doen. En Lara zei het denk ik heel goed zo net. Daar moet geld bij. Nu. Want de mensen kunnen dat nu. Ook al zit je redelijk goed in de slappe was, zeg ik even. Ja? Ja. Dan nog is het een behoorlijke investering om dat nu te doen. Ja. In je huis. Ja, maar is dat dan überhaupt een participatiekwestie? Of zeg gewoon, dat moet dat vraag ik me dan eigenlijk af. Nou, dat stuk natuurlijk niet. Het moet gebeuren. Ja, precies. Dus bij heel veel dingen kan je kan je oplossen. En ik denk ook als het bijvoorbeeld gaat juist om partijen met een kleine portemonnee. Ja. Waar je ziet dat die energiekosten een gigantische hap eigenlijk uit het inkomen zijn. Nu helemaal, denk ik, met de stijgende energiekosten. Is dat natuurlijk kosten al gewoon een hele goede incentive zijn. Om met mensen in gesprek te gaan over hoe kan je nou die kosten met elkaar gaan verlagen. Ja. Omdat dat iets is waar die mensen gewoon direct mee te maken hebben. Ja, tegelijkertijd als mensen echt arm zijn, en ik heb ook reportages gemaakt over mensen met energiearmoede, noemen ze dat, dan is dat natuurlijk echt eigenlijk van de gekke dat je dan die mensen moet zeggen van plak maar een strip op je muur. Ja, dus ja. Hoe leg je inderdaad de verantwoordelijkheid neer bij de verantwoordelijke partijen? Ja. Dus, en hoe zoek je een andere oplossing? Ik denk dat waarschijnlijk heb je er veel meer over kan gaan vertellen straks vanuit commons en coöperatieve oplossingen. Is hoe kan je eigenlijk met elkaar de krachten bundelen om de energie op een manier te organiseren dat het goedkoper kan, dat het dichter op de mensen kan. Dat je inderdaad voor hele lokale oplossingen kan gaan als biogas. Ik noemde het net al even in ons voorgesprek. Een van de mooiste voorbeelden vind ik nog een project van Eigen Haard. Is alweer van een tijdje terug. Waarbij ze in een woningcomplex, volgens mij ook in Zuidoost. Ze constateerden daar dat mensen met een kleine portemonnee uiteindelijk wit goed kopen. Wat niet het hoogste energielabel heeft, want dat is goedkoper. Ja. Dus ook hier zie je eigenlijk een financieringsvraagstuk. Mensen kunnen niet iets dure apparatuur kopen, dus gaan voor het goedkoopste. Vervolgens zitten zij eigenlijk voor langere tijd aan een hogere energierekening vast. Wat hier de woningcoöperatie heeft gedaan, is kunnen wij niet dat witgoed mee gaan verhuren?
En dan gaan wij echt zeg maar voor de A++++ klasse, waardoor we eigenlijk op die manier de energie kunnen gaan besparen met elkaar. Ja. En tegelijkertijd ook nog zorgen eigenlijk voor een lagere energierekening voor die bewoner. En die hebben er toen eigenlijk de collectiviteit georganiseerd. En vervolgens tegen zo'n leverancier gezegd, maar ja, we willen wel A++, we willen dit, we willen zus. En via die route kan je eigenlijk veel meer... En dan kunnen ze het collectief ook nog goedkoper inkopen. Dus ja, dat klinkt heel... Maar als ik het dan nu een beetje zo aanhoor, dan wordt tot heel veel dingen die dan afgeschoven worden op het begrip participatie. Dat zijn eigenlijk dingen waarbij andere instanties gewoon hun verantwoordelijkheid moeten nemen en ook de portemonnee moeten trekken. En dat eigenlijk de participatie dus nu voor een deel wordt gebruikt als een soort, nou ja, los het maar zelf op. Je bedoelt participatie van bewoners? Ja. Ja. Nou ja, dat is ook een bekend tegenwerping eigenlijk van het idee van participatiemaatschappij. Van ja, we gaan eerst heel veel bezuinigen op van alles en dan noemen we het participatiemaatschappij. Ja. En dat is natuurlijk iets wat we de afgelopen 10 jaar veel breder hebben gezien. Dat heel veel problemen onder het motto van eigen kracht naar burgers zijn geschoven, die daar helemaal niet om gevraagd hebben vaak. Kijk, er zijn altijd koploperburgers die daar prima mee om kunnen gaan. Maar veel burgers hebben gewoon een druk leven. En dan, ja, dan moeten ze ook dit probleem nog oplossen, zeg maar. Ja. Ja, zijn jullie het daarmee eens? Ja, ik ben daar het ontzettend mee eens. Ja, maar dat is dan toch ook wel een beetje... Ik bedoel, ja, jullie zijn ook hele optimistische, positieve mensen. Dat is ook een beetje cynisch eigenlijk, toch? Of niet? Ja, dat kan ik ben ook cynisch. of het cynisch is, zeg maar. Ik denk wel dat we in die zin, zeg maar, in een andere transitie zitten. Dat we... ooit begonnen zijn eigenlijk door heel veel dingen door de overheid te laten regelen. Ja. Via de publieke sector. Nou, de vraag is zeg maar of dat zeg maar de ideale weg is. Nou, vervolgens was het alles via de markt, want de markt is zogenaamd efficiënter. In combinatie met de participatiemaatschappij. Nou, waarvan je eigenlijk nu ook ziet dat er groei is. Maar uiteindelijk komt dat ook niet in die zin terecht bij de burger. En ik denk dat we nu eigenlijk in die zin een nieuwe weg zouden moeten inslaan, waarbij we veel meer gaan kijken wat zijn nou andere organisatievormen, veel meer publiek-civiel, met elkaar zeker collectieve diensten als energie, wonen en misschien wel voedsel, om dat met elkaar te organiseren. Dus in die zin wel echte marktwerking. Ja. 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 Ik zie het een beetje als ontwikkelingshulp, dit hele vraagstuk. Aan wie? Aan de burgers. Ik ga het uitleggen. Ik verwacht het niet anders. Nee. Ja. Ja. Wat je vaak ziet in Nederland, ze hebben heel veel geld gegeven om te proberen te investeren in ontwikkelingslanden. Maar het geld blijft hier. Het meeste van het geld blijft hier. Want daar worden namelijk de mensen voor betaald, die hier de experts zijn, die daar naartoe moeten en daar nog maar, zeg maar een paar stuivers uitdelen. In de hele transitie zie ik dat ook in de gemeente gebeuren. Er is best wel veel geld voor deze energietransitie. Ah. Maar die gaat naar de verkeerde mensen. Ik hoef geen grote organisaties... Ja, je lijkt het alsof je nu naar gaat. En die met mij dan komen praten over hoe zou jij dit doen? Nee, dat is jouw taak. Ja? Ja. Zorg ervoor dat je die financiering van ons regelt. Het financieringsvraagstuk. En dat je de spijker op zijn kop... Mag ik dan zo zeggen? Ja. Participatie is eigenlijk niet mogelijk zonder echt vertrouwen in de burger. En andersom. Nou, kijk, jij zegt we moeten het anders in gaan richten. Dat vond ik eigenlijk een heel mooi bruggetje. Maar ja, toen kwam er nog een heel mooi iets tussendoor. Dus dat kan altijd gebeuren. Namelijk naar het volgende. Want om een beeld te krijgen van hoe het wel zou kunnen in de toekomst. Hoe de stad eruit zou kunnen zien als we het coöperatieve model echt omarmen. Is hier Sander van der Waal. En Sander is Research Director van WAAG. Dus dat is niet zomaar iemand, mensen. WAAG is het stadseigen toekomstlab voor technologie en samenleving. Een vaste waarde in de stad voor kritische reflectie op technologische en maatschappelijke ontwerpvraagstukken. Ontwerpvraagstukken natuurlijk. Sander, hoe kan het wel? Dankjewel, Teun. En ja, mooi gesprek al geweest tot nu toe. Ik heb al een aantal hele mooie dingen gezien. Die volgens mij een beetje die vonkjes geven van hoe het ook kan. Hè? Dus met name Coforce is volgens mij een initiatief en de afsluiting was perfect. Van je moet meer energie en meer vertrouwen hebben in wat er al gebeurt in de stad. Ik vond in het filmpje van de Groene Hub heel duidelijk eigenlijk wat Johnson daarin zei was van waarom doe je dit? Om mensen bij elkaar te brengen. Het gaat erom dat je mensen bij elkaar kunt brengen en gezamenlijk kunt werken aan een andere manier. En dat het vertrouwen geven vanuit de gemeente, vanuit de systeemwereld zou je kunnen zeggen, om het anders te doen.
En er zijn een aantal van dat soort voorbeelden die dat eigenlijk al ook heel goed gedaan hebben. Dus dat is een beetje dat commons gebaseerde gedachtegoed. Het gaat over van gezamenlijk coöperatief jezelf organiseren als burgers. Participatie gaat nog heel vaak op één op één. Dus jij als individuele burger moet maar tegen die grote overheid je zegje komen doen. Maar burgers organiseren zich heel goed. Inwoners organiseren zich, zoals met die groene hub, heel goed. Zoals Coforce. Ik moest ook denken aan Schoon Schip, initiatief in Amsterdam-Noord. Waarbij op coöperatieve basis 30 woonarken zijn ontwikkeld. Die een eigen net hebben aangelegd. Wat allemaal best ingewikkeld is om dat als een coöperatieve stichting te doen. Want je loopt aan tegen de marktwerking die de overheid eigenlijk voor ogen heeft. Dus dan moet je een uitzondering krijgen van de RVO om het dan niet op een marktmanier te doen, maar op een coöperatieve manier te mogen doen. Je loopt als coöperatief initiatief aan tegen allerlei barrières. En die zouden weggenomen moeten worden. En ik hou helemaal niet van het woord participatie. Dat zal ik even meteen uit de weg helpen. Volgens mij bijna niemand hier. Volgens mij is ik zie participatie echt als een soort term waarin de gemeente een bepaalde window, een bepaalde ruimte definieert waarbinnen je dan je zegje mag doen. Maar hoe Stan het aan het begin zei, is volgens mij veel beter. Van het gaat ook over het aansluiten bij het initiatief in de gemeenschap, in de stad en in het land. En daar zijn heel veel mooie kansen voor, volgens mij. Dus dat, ik moet ook denken, ik was nog even aan het kijken in voorbereiding hierop wat er in het coalitieakkoord staat, een nieuw coalitieakkoord. Wat gaat de gemeente doen? Die gaat kijken naar nieuwe vormen van samenwerking met groencoöperaties en buurtfondsen om samen als gemeente en bewoners verantwoordelijkheid te dragen en kijken naar publiek-private samenwerking. En dat is ook publiek civiel, werd al even genoemd eerder. En dus meer systematisch nadenken over samenwerkingsvormen waarbij het niet alleen maar over publiek-privaat gaat, wat eerder genoemd werd. Of je hebt de overheid die sterk is, of het moet allemaal maar naar de markt. Nee, er zit een derde poot aan. Ik had een plaatje meegenomen. En dat is eigenlijk die civiele kant, die maatschappelijke kant. Dus een maatschappij die zich organiseert. En als georganiseerde maatschappij ook een onderdeel kan vormen van dat gesprek en zelf bijdrage leveren. Waar dan inderdaad ook investeringen in komen vanuit de overheid, waar vertrouwen in gewekt wordt. En die ook ingezet wordt voor andere type waarden dan alleen maar de economische waarden. Want dat is wel mijn ander idee bij als we nou naar een coöperatieve stad toewerken met elkaar. Dat we niet alleen maar kijken naar wat de economische waarde is van al dat soort dingen. Of heel nauw definiëren van het gaat alleen maar over van het gas af. Wat heel belangrijk is, maar natuurlijk niet het enige. Dat samenwerken en het samenwerken van bewoners, het levert ook andere vormen van meerwaarde op. En ik moest toevallig ook denken aan het initiatief rondom het voedselpark, wat in de Lutkemeerpolder is voorgesteld. Een heel mooi plan ontwikkeld van hoe allerlei initiatieven vanuit Amsterdam gezamenlijk heel mooi voorstel neerleggen over hoe de Lutkemeerpolder gebruikt kan worden als voedselpark voor Amsterdam. Ook dat is iets wat nu in het coalitieakkoord staat als iets wat waar ze naar willen kijken. Dat er meer in de stad zelf voedsel verbouwd wordt. Als je kijkt naar dat soort plannen, en op kleine schaal gebeurt het al in Nieuw-West, dan gaat dat ook over allerlei nieuwe vormen van waarde, waarin je met elkaar samenwerkt, waarin je ook in de natuur in kan, waarin je ook gezamenlijk eigenlijk die leefwereld van de inwoners versterkt. Dus daar zou de gemeente veel meer ruimte voor moeten hebben. Dus participatie kan wat mij betreft de deur uit als termen aansluiten bij initiatief in de stad en daar ruimte voor maken en de barrières wegnemen. Dat kan ervoor zorgen dat we niet meer in hokjes alle verschillende transities gaan proberen te realiseren. Maar juist veel integraler kijken naar de inwoners en wat vanuit die energie versterkt kan worden en wat er nodig is. Dus in mijn idee van de coöperatieve stad van de toekomst is dat we samenwerken aan een betere stad. Dat we op die manier de verschillende transities die nodig zijn om de klimaatcrisis het hoofd te bieden. Maar ook alle andere uitdagingen die we hebben rondom ongelijkheid, om die ook de kop op te steken. Want we moeten zeker oog blijven houden voor de mensen die het niet zelf kunnen of niet makkelijk de gelegenheid hebben om aan te sluiten bij zo'n coöperatie. Dus daar moeten andere dingen voor gebeuren. Maar op die manier, als de stad het lef toont om daar de ruimte voor te bieden, dan zijn er volgens mij ook hele mooie kansen voor Amsterdam. Nou, hartstikke mooi. Dankjewel. Kom ook even zitten. Ik heb nog wel wat vragen. Want als ik het dus goed begrijp, moet je juist eigenlijk, dus je moet niet denken van als grote overheid, nou, ik heb nu deze opgave en nu ga ik
participeren, om dat vieze woord nog maar een keer te gebruiken. Maar je moet waar het hier meer over gaat, is dat burgers samen iets doen. En dat je die initiatieven eigenlijk steunt. En dat misschien voor die grote opgave, dat is misschien wel een hele andere kwestie dan ook. Is dat zo? Dus als je zegt van nou, we moeten van het gas af, dat staat hier dan eigenlijk misschien wel helemaal los van. Dan. Nou, voor mij niet. Voor mij staat het er niet los van. Volgens mij is het daar onderdeel van. En is het een onderdeel van het adresseren van die grote transitie. Om hier meer ruimte voor te geven. Dus stel nou dat je zegt van nou, zeg maar Amsterdam Zuidoost, we willen van het. Jullie moeten ook van het gas af. Hoe denk je dat dan door met dit model in gedachten? Nou, ik sprak laatst iemand van Amsterdam Arena. Ik weet niet of Andro, die zal er ongetwijfeld goed van op de hoogte zijn. Dat daar ook plannen zijn om te kijken hoe in samenwerking met de Amsterdam Arena Amsterdam Zuidoost geholpen kan worden om van het gas af te gaan. En op een andere manier ook... Smartkit-project heb je het dan over, hè? Ja, precies. Ja. Dus dat is misschien een mooi voorbeeld waarbij deze werelden samenkomen. Dus dat je kunt kijken naar hoe je coöperatief samenwerkt met ook grote partijen die natuurlijk in Zuidoost net zo goed ook actief zijn. En het blijkt heel moeilijk, wat ik begrepen heb, en anderen kan er veel meer over zeggen, is dat lastig is om dat financieel rond te krijgen. Nou, in dit geval dus niet, want dat is financieel helemaal rond. Het MVO, dat is mooi. Daar zit heel veel geld in. Mooi nieuws, mensen. Maar wat je ziet wat lastig is, is het zoeken naar de juiste vorm. De juiste samenwerkingsvorm. En we zijn nu al een jaar bezig om daarnaar te zoeken. We hebben het nog niet gevonden, maar je ziet wel dat er steeds meer energie komt, doordat we wel degelijk vinden dat we dat samen moeten gaan doen. En op dit moment was het een redelijk technisch ingestoken verhaal. En de komende maanden gaan we juist veel meer naar de bewoners, met de bewoners, zorgen dat ze wat veel meer dichter bij dat project worden betrokken. Ja. Stan, hoe luister jij hiernaar? Ja, ik ben zelf heel geïnteresseerd in dat idee van urban commons. En dus dat gemeenschappen in de stad verantwoordelijkheid nemen. We doen daar bij de hogeschool ook veel onderzoek naar. Maar dan zie je ook weer hoe mooi en tegelijkertijd lastig het is, bijvoorbeeld. Wij hebben een onderzoek gedaan bijvoorbeeld naar plein 4045 in Nieuw-West. Waar ook marktkooplui een initiatief hebben genomen om de markt plasticvrij te maken. En hartstikke goed aan de slag te gaan met het recyclen van al het afval en het apart inzamelen, et cetera. Ja. Nou, precies wat Sander zegt, de opbrengsten zijn eigenlijk heel groot. Niet alleen die zeg maar duurzaamheidsopbrengsten, maar ze zijn ook een samen community begonnen. Ze hebben elkaar leren kennen, ze zijn trots geworden op die markt. Nou, kortom, eigenlijk allemaal dingen die de overheid nooit heeft gelukt daar. Ja. Maar tegelijkertijd is het ook vastgelopen. Omdat de systeemwereld van de overheid niet kan bolwerken om dan die marktkooplui een lager afvalstofheffing te laten betalen. Mm. Dus zij wilden dat natuurlijk doen, maar dan moest de overheid ook over de brug komen. We hebben nu bijna geen afval meer, alles wordt netjes gescheiden. Ja. We gaan betalen voor die waarde eigenlijk. Zeker, dus er zit ook een economisch model achter. En dan loopt de overheid met alle goede bedoelingen, want er zijn ook heel veel mensen van de overheid die dat proces gesteund hebben bijvoorbeeld. Maar dat loopt ook aan tegen wet en regelgeving of een overheid die voor standaardoplossingen kiest. Want in het mooie coalitieprogramma wat we nu hebben, ergens helemaal achterin staat ook zo'n zinnetje van we gaan bezuinigen als gemeente. We gaan meer werken met standaardoplossingen. We gaan als het goed genoeg is het goed, zeg maar. Kortom, dat zijn allemaal zaken die ook in dat systeem zitten. We moeten zuinig zijn, we kunnen niet met alle burgers aparte oplossingen gaan verzinnen. En dat is een spanning die er ook... Maar de vraag is, behalve dat het heel is om moedeloos van te worden, maar is dat nou op de lange termijn ook werkelijk efficiënter eigenlijk? Nou, ik denk dat het spijker op zijn kop, zeg maar, lange termijn. En wat je bijvoorbeeld ook hier zit met zo'n coalitieakkoord, die denkt dan eigenlijk in een termijn van 4 jaar. Die denkt, ja, we hebben nu, dit is het budget. Ja. Gemeentes mogen volgens mij ook geen begrotingstekort hebben. Dus die zit eigenlijk nog meer vast. Dus die kunnen eigenlijk niet voorfinancieren. Wat je eigenlijk ziet, nogmaals, in het vraagstuk is dat de financiering nu moet plaatsvinden die je op een gegeven moment wel gaat terugverdienen. Want eigenlijk zijn het gegarandeerde inkomsten. Dit is gewoon een verdienmodel waarvan we eigenlijk allemaal weten, nou ja, de investering die je nu doet, die kun je gaan terugverdienen. Alleen de termijn weten we niet. Kan je dat nog even, dat vind ik wel interessant, kan je dat even nader toelichten? Dat het economisch uiteindelijk ook juist rendabel is? Uiteindelijk, we betalen allemaal voor onze energie. Dus stel je gaat investeren in een waterpomp of in een groen gas of wat dan ook. Dat ga je afnemen. Dan kun je, dat geld krijg je ook terug. Ja. Energie is eigenlijk een product waar we van afhankelijk blijven. Dus daar kan je een verdienmodel omheen bouwen. Het enige is dat je nu de investering moet doen. En vaak gaat het dus om grote
investeringen. We hebben in Den Haag het Wopke Wiebesfonds. Dat zouden we daar helemaal voor kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld. Ja. En zie je dus eigenlijk dat de gemeente dus juist doordat ze vastzitten eigenlijk aan die korte termijn cycli, ja, de grote vraagstukken die dus vragen om lange termijn beleid en waarbij vooraf een investering wordt gedaan, ja, dan gaat men eigenlijk al vooraf ook weer opknippen van ja, wat kunnen we wel of niet doen? Nou, dit is wel wat we wel kunnen. Oh, we kunnen huizen isoleren, we kunnen dit. En dan zie je uiteindelijk dus dat je niet het vraagstuk op de manier aanpakt waarop het zou moeten, ja, om ook duurzaam die impact te kunnen creëren. Dus ergens zit je toch vast ergens in dat systeem. En weet je dan, nou ja, om ook misschien heel eventjes ook in te gaan over een overheid die eigenlijk aansluit bij initiatieven. Het gevaar daar is natuurlijk wel, is dat je eigenlijk alleen maar dat je toch een soort eco-elite krijgt, wat natuurlijk nu ook veel kritiek is, zeg maar, daar waar de kennis is, waar mensen de toegang hebben tot middelen, kunnen dat soort initiatieven ontstaan. Maar hoe maak je het inderdaad tot een transitie in de breedte van iedereen? En juist ook op de plekken waar die misschien het hardst nodig is. Wat is jouw antwoord daarop? Dat vraagt dus echt om een overheid die durft, zeg maar, om over langere tijd deze transitie aan te vliegen. En niet, zeg maar, te schieten eigenlijk in toch ergens gevangen zitten in dat systeem en denken, ja, maar we kunnen alleen maar deze investering maken of heel veel geld stoppen eigenlijk in participatie. Omdat je eigenlijk langs die route dan financiering wil vrijmaken. Dan kan je het dus afvinken van dat ja, ineens afvinken omdat je eigenlijk vastzit. Je denkt, ja, ik heb een miljoen en ja, dit is het vraagstuk. Ja. Ja, wat ik met die miljoen wel kan doen is misschien een aantal energiecoaches aanstellen. Ik zei niet dat het niet belangrijk is, maar dan ga je dus eigenlijk niet de juiste prioriteiten stellen die nodig zijn om die energietransitie op gang te brengen die echt nodig is. Als ik het zo hoor, dat klinkt heel logisch wat je zegt, maar stel nou dat een gemeente dat wel zou doen en dan zou zeggen, nou, we gaan nu miljarden investeren. Dan worden de partijen van de coalitie, die worden natuurlijk helemaal kapot gemaakt door die andere partijen. Van wat zijn jullie nou met geld aan het smijten? Ja, ik zeg ook niet tegelijk van, goh, ze moeten nu met geld gaan smijten. Dat wordt terugverdiend op termijn. Maar alleen, ja, dat is kennelijk dan in de politieke realiteit heel moeilijk. Ja, maar ik vind dus dat je dan met elkaar moet gaan kijken. Dit is een financieringsvraagstuk. Dit is een organisatievraagstuk. 1, we hebben een financieringsvraagstuk. En we willen eigenlijk naar manieren toe waarbij we dit veel lokaler organiseren. Waardoor je eigenlijk dat maatwerk kan leveren. En dus ook veel meer oplossingen kan zorgen die circulair zijn, et cetera. Dat is eigenlijk, weten we al, dat twee belangrijke pijlers zijn die nodig zijn om tot die oplossing te komen. Ja. Om ook daarbij te beginnen en met elkaar het gesprek aan te gaan. Hoe organiseren we het? Om vervolgens te kijken, hoe financieren we het? En dan kan je dat nog misschien ergens niet ideale keuzes maken, maar dan is dat wel binnen die context gedaan. Andro? En nu zijn het schijnoplossingen, schijnparticipatie. Ja, zoals ik het nu hoor. Ja, Andro, ja. Ja, ik denk dat we daar nu heel beperkt over praten. Oh. Want we hebben het over gemeenten en we hebben het over burgers. Er zijn ook hele grote financiers, die zijn banken. Het zijn pensioenfondsen. Het zijn mensen die geld renderend moeten maken. Hè? En er is al gesproken over, waarvoor maken we, in Zuidoost hebben we dat eens besproken met een bank, waarvoor maken we geen revolving fund? Hè? En revolving fund is een instrument waarbij je als een transitie, hele transitie van een huis 15.000 euro kost, ja, dan leen je dat geld aan het huishouden. En vanuit de besparing van de energiekosten wordt het geld weer terugbetaald. En dan is het eigenlijk een vestzak, broekzak. Ja. En dan hoef je niet altijd alles bij de overheid te houden. Maar als ik kijk naar de toestand van, maar dat is een hele andere discussie, maar over de landbouwdiscussie en de rol van de Rabobank, denk ik, de bank zijn ook niet altijd de progressiefste partijen. Ja, maar je hebt het nu over de Rabobank, we hebben het over ABN AMRO, ING. Maar normaal, er zijn nog veel meer andere financiers. Er zijn ook particuliere financiers, ja, die hierin zouden kunnen stappen, weten dat ze een vast rendement krijgen. Ja. Als je nu 3% haalt op je geld, heb je veel rendement. Hè? Dus eigenlijk is de conclusie een beetje tot nu toe van eigenlijk de overheid is juist is de grootste moeilijke partij eigenlijk hierin. Nee, ik weet niet of de overheid, maar ik vind wel dat de overheid richtinggevend is. Ja. En dat je de vraagstuk op moet benoemen waar het eigenlijk over gaat, ja, om tot die oplossingen te komen. En dan gaat het inderdaad over, oh, financieringsvraagstuk. Waar kunnen we dat financiering vandaan halen? Goh, het is een rendement van 10%. Op de bank krijg je nu helemaal niks. Dat biedt mogelijkheden. Zijn wij als Amsterdammers misschien bereid om ons geld, zeg maar, daarin te sparen? Maar dan ga je dus in de route de oplossingen zoeken waar het nodig is. In plaats van eigenlijk
met allemaal omroutes proberen te zorgen, initiatieven zeg maar van de grond te krijgen, waarvan ik denk, ja, dat is niet voldoende. Ja. Gezien de transitie die we met elkaar moeten doormaken. En het systeem moet uiteindelijk mee veranderen. Dus eigenlijk zeg van, we laten dat systeem maar een beetje links liggen. Wat vind jij daarvan? Ja, dat systeem dat moet wel heel erg op de schop wat mij betreft. Ja. Dus ik hoor veel in deze discussie nog wel over een beetje oud-economisch denken wat mij betreft. Ja. Je vroeg meteen van, oh, is dat wel efficiënter of niet? Ja. Nou, ik vatte dat samen hoe daar wordt gedacht. Ja, dat is deel van het probleem natuurlijk. Ja. Uiteindelijk hebben we ook te maken met een klimaatcrisis waar die energietransitie onderdeel van uitmaken. Maar ja. We moeten ook naar circulair, we moeten ook de biodiversiteit terugbrengen, de hittestress, de regenval allemaal aankunnen. Ja. Dus het is ook niet business as usual zoals we dat de afgelopen 50 jaar gedaan hebben. Nee, maar precies wat misgegaan is. Het klinkt dat de houding van bestuur, politiek bestuur, klinkt dan een beetje alsof die werkt dan en, laten we zeggen, een ecologische crisis en een democratische crisis en een economische crisis, mag ik aan toevoegen. Ja. Onze economie leidt tot meer ongelijkheid en tast het klimaat aan. Dus het vertrouwen in de politiek neemt daardoor af. Ja. Misschien om nog te hebben over oud denken. Kijk, onze economie, er is geen sprake van marktwerking. Zeker als je het hebt over de energie. Dat zijn vaak grote bedrijven, dat zijn monopolies. En wij zitten heel vaak dat we denken, oh, het systeem waar we nu in zitten, dat is efficiënt en er is marktwerking. Maar al die aannames die we bij het systeem hebben, die zijn gewoon niet waar. Jeetje, Mina. Ja, nou, lekker. Nou ja, je krijgt bijna de behoefte om de overheid ook weer een beetje te verdedigen. Nou, maar straks krijgen we een ambtenaar aan het woord. Oké, goed. Dus dat wordt spannend, ja. Nee, maar ik wou zeggen eigenlijk van, kijk, een overheid denkt als een overheid. En daarvoor is ze ook min of meer op aarde. Maar dat gaat dus op een paar dingen, gaat het al vrij snel mis. Bijvoorbeeld, er zijn van die kaarten gemaakt van welk deel van de stad moet als eerste van het gas af, bijvoorbeeld. Ja. Ja, zo denkt een overheid, die heeft gewoon een kaart van Amsterdam en dan hebben ze een soort technocratische afwegingen. En dan uiteindelijk wonen daar ook mensen. Maar is dat per se heel erg? Nou, een van de problemen is bijvoorbeeld, en ik vind dat interessant, want ik weet ook nog niet zelf precies het antwoord, is van, dus het gaat heel erg uit van, we gaan het complexgewijs gaan we dat aanpakken. Dus een flat of een straat, zeg maar. Ja. Er wordt hier de hele tijd natuurlijk gezegd, terecht ook door mij, je moet aansluiten op initiatieven van mensen. Nou, wat is nou een heel belangrijk initiatief wat mensen nemen, is als ze gaan verhuizen bijvoorbeeld. Dus misschien is het wel veel slimmer om een aanpak te hebben dat als iemand gaat verhuizen, om dan met een soort super interessant, efficiënt proces in 10 dagen tijd of zo. Zo'n woning. Er worden gewoon nog woningen, ik weet niet of het nu nog zo is, maar tot voor kort was het, worden er gewoon nog nieuwe woningen afgeleverd. Gewoon hele woonwijken die gewoon nog aan het gas zijn. Want dat is toch dan heel raar. Dat is dan nog niet eens de bewoner, maar dat is dan gewoon een corporatie of een ontwikkelaar die het zo neerzet. Ja. Nou ja, dat lijkt me dan al heel. Dat is weer ook een ingewikkelde iets. Maar in ieder geval, de bouwsector is niet de meest innovatieve sector van het land, zeg maar. Hoeft dat ook langer dan niet te zijn, want alle woningen die gebouwd worden, die worden gewoon verkocht. Dus daar ben ik het wel heel erg eens, ook met wat jij zei. Van ja, daar heeft de overheid een hele belangrijke rol in de regulering. En gewoon verbieden dat nog mag, zeg maar. Ja. De grote ingewikkelde opgave is volgens mij de bestaande bouw. En hoe je daarmee omgaat. Ja, ik kom zo bij jou. Ik wil nog even want ja, is het per se erg? Hè? Want eigenlijk voeren we een beetje twee discussies langs elkaar, heb ik het idee. Maar is het per se erg dat er een kaart komt, dat er een kaart is waarop staat per wijk van nu moet die wijk van het gas af? Dat is toch niet. Nee, ik snap wel, zeg maar, wat Stan zegt, is dat. Op deze manier maak ik het ingewikkelder door bijvoorbeeld te kiezen als mensen verhuizen, dan maak ik het gewoon makkelijker omdat er dan gewoon een soort window of opportunity is om dat zeg maar te kunnen regelen. Kijk, en dit vind ik veel meer dingen zeg maar van hoe zorg je in de uitvoering eigenlijk voor die aansluiting? Hoe zorg je ervoor eigenlijk, je kan participatietrajecten, maar je kan ook denken, oh, als mensen verhuizen dan doen we het, dan hoef je het ook niet te vragen. Dat zijn denk ik de details zeg maar, die echt vragen zeg maar, om dat maatwerk. En hoe doe je dat nou concreet? Zeg maar, wat zijn nou handig? Maar
overal gezien, als je kijkt naar de grotere transitie, precies, dan denk ik wel dat je dat veel systematischer moet aanpakken door te kijken van oké, financiering, wat zijn nou eigenlijk de grote brokstukken die we nodig hebben om ervoor te zorgen dat we die transitie duurzaam kunnen gaan uitrollen. Maar het is wel wat ik hier dus wel hoor van nou, er zijn veel initiatieven en verlangens vanuit de samenleving. We kunnen ook niet allerlei dingen. Nee, niet overal, maar die kunnen we dus op allerlei manieren organiseren, ook met behulp van financiers. Maar ik hoor dus wel een algeheel, laat ik het zo zeggen, onvrede over onze overheid hierin. Op dat? Die moet wel op een andere manier gaan werken, inderdaad. Die moet daar, maar en dat is lastig, hè? Want de manier waarop overheden gewend zijn om te werken is nou, zoals ze het doen. En om dat te veranderen, dat is wel echt een project van lange adem. En moet voorbij aan dat een beetje hokjesdenken wat je op dit moment hebt. Ja, maar zolang wij als burgers elke keer als de overheid een fout maakt gaan procederen, kan ik me heel goed voorstellen dat een overheid zich daarvoor moet beschermen. Ik blijf erbij, het gaat om reciprociteit. De burger heeft een bepaalde rol en de overheid heeft een bepaalde rol. En we zullen het samen, zoals we bij COVID zeggen, we moeten het samen oplossen. En wat minder aan tafel komt op dit moment is de rol van de financiers, van de bedrijven. Maar ook die hebben een rol om dit vraagstuk op te lossen. Ja. Als we het helemaal plat slaan, dan weten we nu dat waar wij het nu over hebben is maar een paar procent van het gas afgaan van Nederland. Er zitten veel grotere volumes bij de industrie of bij de koeien. Wat dat betreft is het leuk om nu hierover te praten. Ja. Maar ja. Het probleem moet anders worden. Het gaat voerig over de afgelopen weken. Helemaal losgemaakt. Over industrie en koeien praten we hier ook geregeld. Even kijken. Ik zoek Anoushka Nienhuis. Dat ben jij. Hè? Jij zak al je vinger om, want jij bent dus ambtenaar. Ja, god, hè? Wat wordt hier naar over jullie gepraat eigenlijk, hè, Anoushka? Of ja, wel meevallen? Nou, voor een deel ook echt wel terecht. Oh, oké. Okay. Het is een van die dingen wat ik net even wou opmerken over dat we nog hele wijken bouwen die aan het gas zitten. Dat is heel logisch, want die wetgeving waar je het over had, die is pas een paar jaar geleden aangepast. Het was namelijk zo dat in het bouwbesluit waren bouwbedrijven verplicht om een gasaansluiting in een huis te bouwen. Ja. En dat is een paar jaar geleden is dat veranderd in dat mag, maar dat hoeft niet meer. Ja. Dus dan, en op dat moment heeft een bouwbedrijf ook het vertrouwen erin. Oké, dan doe ik ze zonder gasaansluiting. Dan weet ik zeker dat er niemand tegen mij gaat procederen. Ja. Maar... Dus dat zijn inderdaad wel dat soort... Kan echt richting geven met... Ja, daarmee kan je wel richting geven. Ja. En waar je dus binnen de overheid heel erg tegenaan loopt, is van dat ik zou heel graag doelmatig willen werken. Maar de hele overheid is rechtmatig ingedeeld. Leg dat eens even uit. Rechtmatig betekent dat iedereen gelijke rechten heeft. Ja. En dat betekent dus dat het in sommige gevallen heel moeilijk is om maatwerk toe te passen. En dus heel doelgericht en eigenlijk ook veel goedkoper dingen voor elkaar te krijgen. En dat is iets van, dat is echt een spagaat waar je in zit als overheid. Ja. Maar ik ben heel benieuwd hoe de PvdA dat oplost met ongelijk beleid voor meer gelijkheid. Want wat je eigenlijk hier doet, zeg maar, als je het ook hebt over ongelijkheid in de samenleving, dan moet je ook in staat zijn eigenlijk om iets anders te kunnen bieden eigenlijk aan bepaalde groepen. Maar bijvoorbeeld het gelijkheidsbeginsel is in dit geval een issue. Want je kan dus niet een verschil maken. Terwijl ongelijkheid vraagt om wel een verschil te kunnen maken, om dat te kunnen rechttrekken. Ja. Ja, en waar ik dan verder nog tegenaan loop is van, ik zit in een gebiedsontwikkeling, dus dan ben je ook bezig om gebieden te ontwikkelen en daar ook innovatie in toe te passen en alles. En ik heb aan de andere kant heb ik dan te maken met mensen, die ambtenaren die bezig zijn met beheer en met de centjes bijhouden. En daar zie je van, zij zitten daar om te bewaken dat het dus allemaal rechtmatig gebeurt. En of het allemaal past in al het beleid en de regels die we met z'n allen gesteld hebben. Maar niet alles past altijd in al het beleid. Nee, en dat past niet altijd. Nee. Dus dan loop je inderdaad intern ook vast. Waar Stan het al over had en waar Andro het in had. Word je op je vingers getikt van heel leuk, maar dit past niet in het beleid. Ja, klopt. En dan is het van, ga maar weer terug. Ja.
Dus wij proberen ook. We proberen ook inderdaad van we hebben samen. Geld, hè? Ja, dat kost ook geld, inderdaad. Ja. Ja, wat we ook proberen is ook van buiten naar binnen te werken. Om dus we buiten mogen in de private wereld bijvoorbeeld dingen makkelijker. En dan probeer je dat dus van de binnenuit te stimuleren dat dat buiten gebeurt. Waardoor de buitenwereld weer intern mij helpt om tegen het systeem aan te duwen. Het klinkt bijna een beetje potsierlijk, hè? Of niet? Ja. Ja. Nou, het is wel, nou ja, ik vind het een heel leuk spel. Oh. En daarom zit ik er ook. Ja. Dus, en anders hou je het ook niet vol, inderdaad. Dan brand je af, dat klopt. Maar dus als er echt grote ideeën zijn om de samenleving te veranderen enzovoort, dan wordt dat dus eigenlijk, dan stuit dat eigenlijk altijd op een enorm dempende werking van het ambtenarenapparaat. Ja, en ik heb heb heel lang samengewerkt met zo'n senior adviseur uit de gemeente Rotterdam. Ja. En die blijft altijd heel positief. En die zei van ja, maar die traagheid van een gemeente heeft ook een functie. Ja, dat we niet alle kanten opschieten en dus inderdaad ook. Behalve bij dit soort grote vraagstukken. Als, ja. Energietransitie. Ja, daar wil je mee snelheid maken. Dat soort ja, dingen. Kijk, en ergens denk ik ook. Kijk, die traagheid is misschien niet. Erg als het nog ook nog in een bepaalde richting is. Heb je dat het gecoördineerd, zeg maar. En het, ja, dat is dan ook nog de vraag. Ja, je blijft erbij lachen, maar het is toch ook ergens een beetje. Ik word er eigenlijk wel een beetje somber van. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik weet niet of ik ook een vraag mag stellen aan het publiek. Absoluut, dat past niet binnen mijn kaders. Nee, dat mag. Maar ik was benieuwd of je dan ook, zeg maar, wat we dus hier zeggen over ook coöperatieve stad en samenwerken. Zou je dan ook niet de energie van die coöperaties kunnen gebruiken om dat die energie van buiten binnen toe te passen? Of zie jij dat alleen eigenlijk binnen het bedrijfsleven? Nee, juist. Dat plaatje heb ik eerder gezien van ook van de Waag van Marleen, die dat ook een keer ergens presenteerde. Ook bij een bijeenkomst waar Andro volgens mij bij zat. En dat was voor mij een enorme eye-opener. Dat ik dacht van, dus inderdaad dat civiel publiek hebben we eigenlijk niet goed geregeld. En ook dat privaat civiel, daar zijn nog geen modellen voor. En daar lopen we ook, wat Andro zei, vast met, we kunnen of een subsidie geven, nou dat is vaak eenmalig, of we doen een aanbesteding. Ja. Maar iets wat we vanuit publieke gelden, dat we civiel kunnen. Ik weet niet, is dat inkoop? Is dat subsidie? Eigenlijk een organisatie. Ik denk dat daar een nieuwe term voor nodig is. Wat zou dan eigenlijk ideaal gesproken de rol nog zijn van de overheid? Om dit te organiseren. Om eigenlijk zeg maar het richting te geven en te zorgen dat die partijen. Dat we dit met elkaar kunnen gaan doen. En een doel stellen en regels. Proces. Ja. En dan verder zegt, doen jullie het maar, want jullie zijn er toch beter in. Ja. Nou, of dat je ook daarin je verantwoordelijkheid neemt als overheid, dat je daar misschien nog deels bij betrokken bent. Ja. Oh, mag dat, Kees? Vragen? Ja. Zeker? Ja. Ik kom naar je toe, hoor. Kijk, u wordt versterkt. Anders hoort thuis weer niemand het. Ja, één vraagje. Ik ben bestuurder van een energiecoöperatie, ook een vrij grote, dus we gaan binnenkort duizenden leden hebben. We hebben er nu al een paar duizend, maar we groeien snel. Maar wij zien wel dat de overheid elk jaar zijn beleidsproductie verdubbelt. Bijna. Dus we krijgen voortdurend meer beleid. En dat betekent dat de mensen die in de uitvoering zitten... kapotgeslagen worden met beleid van de overheid. En dat is landelijk beleid, Europees beleid, provinciaal beleid. In Amstelveen en Diemen is het wat minder erg dan in Amsterdam, moet ik bekennen. We hebben hier ook meer dan 20 projecten, hoor. Maar... Het wordt hier wel echt zo. En dat betekent dat die gemeente Amsterdam dus echt zijn best doet en goede maatregelen heeft. Ik kan er echt een heel aantal noemen. Maar tegelijkertijd er alles aan doet om het werken in de uitvoering onmogelijk te maken. En dat is allemaal vanuit goede bedoelingen gekomen. Maar het werkt niet altijd stimulerend in de uitvoering. En ik had nog één opmerking aan. Ik wil eigenlijk weten, dit is weer een schokkend verhaal, maar wilt u daar nog een reactie op van iemand? Ik had eerst één opmerking, wou ik wel kwijt aan de eerste spreker. En dat triggerde mij ontzettend. Ik zit ook in een aantal, als coöperatiebestuurder in een aantal Europese subsidietrajecten, bijvoorbeeld het atelierproject. En daar zitten dus HVA, UvA, TNO,
Er zitten ook mensen van de Waag. 40 ambtenaren zitten er ook bij. En dan zitten wij daar als enige, dan zitten wij niet als volwaardige partij, maar dan zitten wij als subcontractor in zo'n miljoenentraject. Ja. En dan zijn we de enige die überhaupt iets met uitvoering van doen heeft. En af en toe mogen we dan onze vinger opsteken. En dan denk je van, ze hebben werkelijk geen idee. En dan hoor ik nu ook van, dan heeft hij het bijvoorbeeld in de eerste zin over de professionals en de burgers. Als ik een sessie met alleen onze leden hou, ja, dan zit daar veel meer kennis dan bij al die ambtenaren, mensen van TNO, HVA, UvA bij elkaar. Ja. Echt waar hoor. Ja. Echt, want dat zijn wel professionals, maar die wetgeving op het energiegebied gaat zo snel. Ik geef af en toe eens gascollege aan de VU daarover. Nee, maar, okay, we gaan niet in je hele doofcel lichten. Goeie opmerking. Jij wilde er nog wat op zeggen of niet? Nee, schap, ik had net een foto gestuurd naar Kees. Ja. Wat eigenlijk hierover gaat. Ik weet niet of hij toevallig kan... Zo digitaal, zo snel ben ik helaas niet. Nee. Nou, ja, maar eigenlijk dus dat je ziet... Ja, eigenlijk had Kees hem al lang klaar moeten hebben staan, toch? Nee, het was mijn fout. Ik had hem van tevoren moeten opsturen. Maar dat je eigenlijk de verhouding tussen mensen eigenlijk die proberen in de praktijk te doen. Ja. En in dat al het beleid en alle andere dingen die er omheen zitten. En de balans daartussen. Ja. Dat je vaak ziet dat die mensen eigenlijk in de praktijk zitten te worstelen. Die doen het. De rest eromheen is het nog zeg maar met elkaar aan het bedenken. Ja, ik toch even. Ja, dit is. Ik vind het inmiddels bijna groter dan de hele energietransitie. Hoe krijgen we nou weer vertrouwen in de democratie? Dat is eigenlijk een beetje de vraag die bij mij nu eigenlijk rest. Snap je dat? Snap je dat ik die vraag heb? Trouwen in de democratie. Alles komt op tafel. Nee, maar het klinkt toch eigenlijk alsof we dus een soort ja, model hebben gecreëerd dat niet meer functioneert. Nou, dat geloof ik zeker, dat we een model hebben gecreëerd wat niet meer functioneert en wat ook danig op de schop moet. Ik denk nog steeds wel dat dat democratie essentieel is. Dus daarom wil ik ook. Anders zou ik zeggen, we hebben ook geen vertrouwen. Maar dit vertrouwen wil ik wel. Dus je maakt ook eerst die opmerking van, hebben we de overheid nogal nodig? De overheid is nog wel essentieel hierin. Ik denk dat wel heel belangrijk is. En ik vind de oproep van Andro ook belangrijk. Dus dat we ook dat vertrouwen over en weer serieus nemen. En daarin proberen te investeren. En ik denk, daarom is het fijn dat er ook iemand vanuit de stad, vanuit de gemeente bijvoorbeeld hier zit. Ja. Omdat we het gesprek ook met elkaar moeten aan blijven gaan. Ja. En ik vind ook de oproep van de meneer achterin dat je dus ook de mensen die het doen nadrukkelijker een stem moeten houden hierbij. Ja. Mag ik misschien nog iets vragen over die democratische vraag? Ja. Iets wat we denk ik vaak vergeten als we het hebben over economie of over democratie. En dat is economische democratisering. Ja. Is dat we eigenlijk in onze economie over steeds meer dingen gaan. Dus eigenlijk waardoor we dat eigenaarschap verliezen. En daardoor ook regie. Omdat we eigenlijk steeds meer systemen hebben gecreëerd die zo ver af zijn komen te staan van de mensen van de leefwereld. En vaak wordt er dan ook naar de overheid gekeken. Terwijl dat ligt uiteindelijk zeg maar in dat hele bredere systeem. Mm-hmm. Waarin je eigenlijk als burger steeds minder over iets gaat. Om ook economische democratisering mee te nemen als we het hebben over democratie. Want dat zorgt ervoor dat middelen, resources, financiering voor iedereen eigenlijk toegankelijk is, zodat je echt kan meedoen. En ik denk dat dat ook voor echte participatie kan zorgen, omdat je ook mede-eigenaar bent. Ja, ik ga nog één keer naar Anoushka. En dan ga ik naar Monique en dan gaan we naar Dina. Dan weten jullie dat vast. Ja, ik vind het heel interessant wat u van de energiecoöperatie, wat u zegt. Het atelierproject ken ik inderdaad ook. En dan gaat dus inderdaad al dat geld gaat naar allerlei kennisinstellingen en universiteiten. En als voorbeeld van het beetje hetzelfde wat wij in, waar anderen ook al aan refereerden, aan het live project wat we hebben in Arenaportgebied. Wat we daar hebben gedaan is van, ook met de gemeente, dat we dan, we hebben Energielab, waar Stan ook in zit, dat we de wetenschappers ook geld laten aanvragen voor onderzoek. Alleen daar proberen we dus dan ook een club als Coforce in mee te krijgen dat meegefinancierd wordt. En dat is daar, in dat geval is dat gelukt. Dus we hebben ook een energiecommissaris die dus ook betaald wordt voor het werk wat hij daar doet.
En daar moeten meer naar dat soort modellen toe. En wat wij als overheid doen, is dan van ja, wij zetten gewoon onze eigen uren in als een soort cofinanciering. Waardoor wij weer zorgen dat die kennisinstellingen hoger op de ranglijst komen. Want als je als gemeente meedoet, dan heb je weer eerder dat de kennisinstellingen hun geld krijgen. Op die manier werk je dan met elkaar samen. Ja, en prima. Klinkt heel goed. Dan gaan we nu naar Monique Hendricks. Monique, jij bent van de onderzoeksredactie van de Bali. En jij gaat binnenkort een aantal maanden onderzoek doen precies naar dit onderwerp. Want jij bent namelijk, Monique, van de Bali Live Journalism. Ja, wat gaan jullie doen? Dit is eigenlijk even in het kader van reclame voor onszelf, toch? Ja, dit is een beetje reclame voor onszelf. Ja, ik ben inderdaad Monique en ik werk samen met mijn drie collega's hier bij de Bali Live Journalism. En dan doen we elke paar maanden onderzoek naar één onderwerp. En dan maken we programma's over. We publiceren in kranten, maar ook vast met AT5. En uiteindelijk maken we een toneelstuk samen met acteurs. En dan interviewen bijvoorbeeld de burgemeester of de wethouder die verantwoordelijk is. En we zijn zeker van plan om dit onderwerp te doen. Hoe? Ja. Nou, gewoon door een paar maanden met alle sleutelfiguren die op dit gebied bezig zijn aan de slag te gaan. We hebben echt de tijd, dat is het voordeel. Ja. Dus ik kom heel graag in contact met de mensen die hier zijn en de projecten die hier besproken zijn. Maar ik ben ook heel benieuwd naar de mensen die dit later terugkijken. We zijn op zoek dus naar sleutelfiguren die met dit onderwerp, zeg maar de energietransitie en van het gas af bezig zijn. Maar ook naar bijvoorbeeld een specifieke wijk of een specifieke straat waar dit op dit moment speelt. Zodat we die voor langere tijd kunnen volgen. Dus, hartstikke mooi. Hoe doe je mee? Onder die sleutelfiguren, zeker. Ja, juist het liefst met het hele spectrum. Dus met deskundigen, maar ook met burgers. We werken vast samen met AT5. Dus ook via AT5 hebben we heel vaak burgers die heel betrokken zijn bij onze onderzoeken. Dus ja, nou, absoluut. Spannend. En dan tot slot. We gaan deze avond en daarmee ook het gesprek afsluiten met Dina El Filali. Dina heeft een achtergrond in Urban Environmental System Engineering. Nou, dat is nogal wat. Ze is dus afgestudeerd ingenieur aan Wageningen. Ze is een ondernemer en iemand die zich dagelijks inzet voor het verbinden en verduurzamen van steden. En dit deed ze bijvoorbeeld bij de Floriade, waar ze op internationaal niveau onderzoekers, ambtenaren en ondernemers verbindt om bij te dragen aan de groei van groene steden. Dit zijn dus mensen die we nodig hebben. Hè? En daarnaast werkt ze aan het versnellen van de toepassingen van waterstof in de energietransitie. Ik bedoel, we kunnen weer allemaal praten, maar eigenlijk hebben we gewoon alleen mensen zoals Dina hebben we eigenlijk nodig. En wat ik nou het allermooiste is, dus haar missie is ruimte creëren voor duurzame ontwikkeling. Wat nou het mooiste is, dit doet ze allemaal. En dan schrijft ze ook nog eens gedichten. En ze gaat vanavond voor ons haar eigen ode aan onze stad voordragen. Hartelijk welkom. Ik zeg nu alvast een applaus. Hartelijk dank. Onze stad, aan de zee langs rivieren en op vruchtbare grond, is hoe ze in het begin ontstond. Een huis, ons thuis, voor velen, om te wonen, werken, recreëren, om te leren, om de ervaring van het leven samen te beleven. Maar met de groeiende gedachtes en modernistische ideeën focusten wij ons op een deel en vergaten wij het geheel. Betaalden wij voor onze efficiëntie en onze opschaalbaarheid, met onze veerkracht en onze weerbaarheid. Groeiden wij surfend op de golven van informatiesystemen naar lineaire, gepolariseerde, onbetaalbare steden. Steden zonder schoon licht en zonder geweten. Ja, naar in complexiteit en onzekerheid groeiende steden. Steden geconfronteerd met allerlei klimaatproblemen. En zo denk ik telkens weer terug aan een visioen dat ik als kind heb beleefd. Naar mijn droom, waar ik als volwassene naar streef. Naar een verwilderde groene stad, waar ik helemaal kan zijn. Waar ik kan rondvliegen net een bij. Op mijn fiets door de stedelijk hei adem ik in en adem ik uit. Zorgeloos, beschermd, verbonden en toch heel vrij. Naar een stad waar de reflectie van jou, van ons, van mij, wordt gevierd in muziek, danscreaties en prachtige kleuren. In een diversiteit aan vormen, mensen, dieren, kennis en allerlei geuren. Naar een stad waar afval goud is, waar natuur ons vriend is. En wij eindelijk niet meer nemen
dan nodig is. Ja, in de groene stad van morgen zetten wij eindelijk onze gedachtes en onze ego's opzij. En werken wij samen in liefde, net als de bij. Dank je. Ja. Nou, Dina, ja, toch het hoogtepunt van de avond wat mij betreft. Dank je wel. En ook u thuis, hartelijk dank voor de aandacht. Dit was de laatste aflevering van de Koplopers voor dit seizoen. Maar ik weet, deze serie die loopt nog eindeloos door. Dus na de zomer komen we graag weer bij u terug. Dames en heren, hartelijk dank. Dank.